Jimbalaya, Jimbalé. Breda Nu. Je weet het meteen. Op maandag 27 mei kwamen bijna 800 leerlingen uit groep 7 en 8 bij elkaar in het Chassé Theater. Hier hadden ze een gezamenlijke eindpresentatie van het jazzproject, waarbij ze op een interactieve manier kennis maken met het jazzgenre. Ayo. Het project is om scholieren van uit groep 7 en groep 8 interactief kennis te laten maken met jazzmuziek. Dat is natuurlijk een hele belangrijke muziekstroming vanuit de geschiedenis. En in de klas hebben ze gedurende 6 tot 7 weken hebben ze allerlei lesmateriaal doorgenomen met een docent. En onder andere gaat dat over het ontstaan van jazzmuziek, over de instrumenten die je tegenkomt in jazzorkesten. We leggen een link met het heden, dus welke artiesten zijn er nu nog steeds die jazzmuziek maken. We hebben dit jaar voor het eerst de bluesharp als centraal thema genomen. Wat natuurlijk ook in de blues, dat is een heel bekend instrument natuurlijk, hè, voor de blues. Jullie hebben niet dit jaar, maar vorig jaar meegedaan aan het jazzproject. Hoe vonden jullie dat? Wel leuk. Heel interessant. We hebben ook veel geleerd over vroeger. Ja, precies hetzelfde bij mij ook. En is het nou ook een beetje een voorproefje op het Breda Jazz Festival wat we straks krijgen? Nou, dat niet een beetje, maar een groot voorproefje, ja. Okay. Zeker weten, ja. Dus we willen de kinderen op die manier stimuleren om naar jazz te gaan luisteren. En ja, ze hebben straks 4 dagen de kans om dat te gaan doen. En ja, hopelijk luister je dan net even met een ander oor. Van, dat heb ik, dat weet ik, dat is dat instrument. En dat is... weet je wel, misschien zelfs wel een liedje wat ze herkennen, wat dan ook. Ja. Nu. Je weet het meteen.